Thank you.
dreven heeft Hello. Waarom klopt het hart mij zo midden in zijn dreven? Als van tussen het groen geboomd het witte huis tevoorschijn komt, statig en verheven. Zo eerde Nicolaas Beets Nijenburg in een gedicht. Samen met andere leden van de kring van Hello was hij een graag geziene gast op de buitenplaats. In 1839 huwde hij de oudste dochter van de familie, Aleida van Fairest. En toen zij in 1856 overleed, haar jongere zuster Jacoba Elisabeth. De centrale hal of vestibule met marmeren tegels werd gedomineerd door het statige portret van Pieter van Fairest. Vanuit deze ruimte zijn de andere vertrekken op de begaande grond bereikbaar. De linkerdeur leidt naar de keuken en de rechter naar de zitkamer aan de voorzijde. De vrij smalle trap gaat naar de opkamer en de bovenverdiepingen. De kelder en de opkamer erboven behoren tot de oudste bouwonderdelen van het huis. De kelder is via een trapje vanuit de keuken bereikbaar. In het verleden werd deze ruimte gebruikt voor de opslag van bijvoorbeeld zuivelproducten als kaas en boter. De melk was afkomstig van de koeien die aan de achterkant van het huis graasden op de lager gelegen graslanden. Rechts van de hal, aan de voorkant, bevindt zich de zijkamer. De tot op de grond doorlopende ramen zijn bij een verbouwing in de 19e eeuw aangebracht om een beter zicht te hebben op de vijver en het parc aan de voorkant. Rechts achter in de hoek is een gordijn te zien. Achter het gordijn is in 1860 een dubbele deur toegevoegd om naar de bibliotheek te gaan. De huidige keuken was in de 18e eeuw in gebruik als eetkamer. In de ingebouwde houten kast met glazen deuren werden servies, glaswerk en dergelijke bewaard. De tafel was rijk gedekt met linnen tafellakens, porseleinen borden en bestek van zilver. Voor de verlichting zorgden verschillende grote en kleine zilveren kandelaars, waarvan twee met het wapen van Egmond van Fairest. De openstaande deur van de kast geeft toegang tot de kelder. De achterkamer werd door de familie gebruikt als huiskamer en werd door hen schilderijenkamer genoemd. En niet zonder reden, een groot aantal portretten van verre voorouders sieren hier de wanden. De deur links achterin gaf toegang tot de studeerkamer of het kantoortje van de heer Snetlagen. Tegen de wand een stookplaats met grijs marmeren schouw die identiek is aan die van de zijkamer aan de voorkant. De tussenverdieping met opkamer is samen met de kelder het oudste onderdeel van het huis. Het niveauverschil wordt veroorzaakt doordat er tijdens de bouw in de 18e eeuw resten van een oudere woning, vermoedelijk een jachthuis, in het huis zijn opgenomen. We bevinden ons nu in de hal op de eerste verdieping, ook wel beletage genoemd. In de 18e eeuw was dit de belangrijkste verdieping van het huis waar de gasten werden ontvangen en bezig werden gehouden. Hier bevinden zich de mooiste vertrekken. Links is de deur naar de blauwe kamer, rechts die naar de bovenzitkamer. Aan de wand rechts van de trap het schilderij van Gerard van Egmond van de Nijenburg, de bouwheer van de buitenplaats. Daaronder het wapenbord van Egmond van de Nijenburg. Deze ruimte werd de Blauwe Kamer genoemd, omdat de houten wandbetimmering oorspronkelijk in een Pruisisch blauwe kleur was geschilderd. Door de donkere kleur kregen de in de wand aangebrachte grijs-witte schilderingen, ook wel gisailles genoemd, diepte. Bij een 19e-eeuwse renovatie werd de kamer wit geschilderd. Vereniging Hendrik de Keizer heeft de ruimte na de restauratie in de oorspronkelijke staat teruggebracht en aangevuld met een wandbespanning van een speciale stof in blauwe tinten, waardoor het weer een volwaardige blauwe pronkkamer is geworden. Tegenover de blauwe kamer aan de rechterkant bevond zich in de 18e eeuw een kamer bekleed met goudleers behang. In de kamer staat het poppenhuis van Maria van Egmond van de Nijenburg. Het poppenhuis was door vererving bij Maria van Egmond van de Nijenburg terechtgekomen. Het was niet ongewoon voor een adellijke dame een dergelijk bezit te hebben.
Een poppenhuis was ingericht met voorwerpen vervaardigd in miniatuurpoppengoed en zilver. Het was eerder een kunstkabinet, niet om mee te spelen dus, maar om mee te pronken. We zijn nu aangekomen in de grote zaal. In de 18e eeuw werden hier ontvangsten en feesten gehouden. Toentertijd was de ruimte overwegend rood gedecoreerd en stonden er verschillende kostbare meubelstukken, waaronder een kast met een piramide van blauw Japans en Chinees porselein. De centrale ruimte van de zolder werd in de 18e eeuw gebruikt voor het drogen van de was. De stokken zijn de originele droogrekken. Overigens heeft deze plek ook een bewoner. Het is huisgeest Bab, die geregeld van zich liet horen.